Hey, zoom in. Waarom? Nee, bro. Leg die man even goed, hè. Je hebt iemand geblaast. Geblaasd, gewoon, snap je? Ik ben humble altijd, wie is er? Yo, beste kijkers, mijn naam is Steppes. Vandaag staan we in Mallorca. Jullie zien het, film even het uitzicht. We gaan vandaag heel veel vragen stellen, maar de hoofdvraag is: hoe vaak heb jij seks gehad deze vakantie? We gaan het checken. Like, abonneer, sowieso. Volg mij op Instagram, TikTok, Snapchat, staat hieronder. Laat weten welke bestemmingen, welke locaties, welke landen moeten wij dit nog doen. We gaan het checken. Pampers in the building, waarde voor jullie allemaal. Ciao, let's go. En sowieso een dikke shout-out naar Club.nl. Ga ze checken, ga ze volgen. Ze hebben ons echt geregeld deze vakantie. Volgend jaar moet je daar zijn als ze feesten hebben. Ciao, ciao. I have a question. English, Spanish? Spanish. Spanish. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Muy bien? Excelente. Excelente. Yeah. English a little bit. How many sex you got? How many boys you got this vacation? Move the camera, look. No, okay. No. Uno, dos, tres. 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 Yes, this is a YouTube channel. I have a question. You good? You are a mother? Yes. A mother, okay. What's the vacation? What's your best dance move? If you choose one dance move, what's your best dance move like? For me? Yeah, both. For you first and then I'll ask. It's Pornhub. Pornhub? Yeah, Pornhub. It's your best dance move. What magazine? Huh? What for magazine for YouTube, Instagram, reels. Ah, not Pornhub. No. Ah, okay. But I have a question. What's your favorite dance move? What's your favorite dance move? Mine or you? No, you. First you. You. First you. I ask you. I'm the interviewer. You must. Salam alaikum. Alaikum salam. Me from Morocco. I live here. Okay. Years. Must to arbeiten here on this speak seven language. Must sprach the Netherlands. Duitsland, Spanisch. Sprak de Nederland. Hoe gaat het? Alles goed? Niveau? We zijn de best. Alhamdulillah. Goeie. Your best dance move. Yeah, your best dance move. But can you dance? Maybe? Yes, of course. Hey, zoom in. Hey, die man is gek. Hij is zo. Habibi. Tu parles français? Nee. Non, je parle français. Nederlands. Oké, even een kusje. Ladies, English. Nederlands. Nee, dankjewel. Hoe vaak heb je seks gehad deze vakantie? Nou, ik ben hier één dag. Deze hele vakantie. Op wat komt dit? Waarom? Luister, ik vraag je gewoon die vraag. Zeg gewoon streng. Hoe vaak seks heb je gehad deze vakantie? Ja, niet. En naar wat voor jongens ben je op zoek hier, zeg maar? Wat jouw type? Ik heb een vriend. Maar waarom? Hé, dit is een cap, man. Nee, dit is cap. You lie. Ik heb één vraag. Hoe oud zijn jullie? 18! 19. Ah, beter. Oké, hoe vaak hebben jullie seks gehad deze vakantie? Nog nul keer. Maar we zijn er nog maar 2 dagen, dus er kan verandering in komen. Wow, man. Ja? Hoeveel denk je uiteindelijk? Voor jou? Hoeveel denk je uiteindelijk, zeg maar, na je vakantie te hebben gehad, denk je? Als je gewoon jezelf kent, als je gewoon bijvoorbeeld nul, lid bent. Nul. Nee. Ja, ja, eerlijk. Hoeveel denk je? Dan gooien wij een schatje op een stuk of 25. Nee. Ik denk oprecht, ik denk 1 of 2. Ja? Ik denk 1 of 2. We houden netjes. Oké. En hoe lang blijven jullie hier? 2 weken. Het is onze tweede dag. En we zijn... 2 weken en 2 keer maar denk je? Nee joh. Nee, dus zeg maar de eerste dag. We moeten nog een beetje... En jij dan? Ik niet. Ik heb een vriendje, ik ben heel loyaal. Je praat steeds over haar, maar over jezelf wil je niet praten. Hoe kan dat? Omdat ik een vriendje heb. Ik ben hartstikke loyaal. Nog. Maar jij zei maar nog. Hey, Schenne, what the fuck? Hey. What the fuck? Hey. Kijk eens even. Hey. Maar luister. Hola. Hey. Hola. Hola, Spanjool. Kijk maar, luister. Net zei we al nul. Nog nul. Dus dat betekent dus dat je gaat cheaten op je vriend. Wat? Hoe vaak heb je seks gehad deze vakantie? Nog niks, man. Je liegt, man. Nee, oprecht. Ja? We zijn hier toch om te drinken, niet om te zijn te neuken. Hou op, man. We zijn hier op zuivakantie en we zijn hier niet op seksvakantie. Hoe vaak heb je seks gehad? I've got a girlfriend. Those hoes. I have got a girlfriend, so go fuck you, whore. Fuck, gebeurt dit allemaal, joh? Okay, ik denk dat hij een beetje anders is eigenlijk. Oké, laatste bericht voor de kijkers. Want hij is een beetje anders, hè?
Ja, die ene guy van net is een beetje anders. Oké, okay, dus je had uiteindelijk twee guys ga je... Nee, nul. Zero. Oké, okay, laatste bericht aan de kijkers. geen alcohol drinken onder de 18. Zeker wel, dude. Ik heb wel genoeg boys, maar... Wat? Zagzoen. Ja. Hey, Zagzoen. Zagzoen. Hey, wat scherp. Cameraman is scherper. Scherp. Cameraman is scherper. Hij is spits. Ik zag het niet eens. Waar? What the fuck? Show it. Hey, show it. Show us. Hey, kom. Huh? Show. There's nothing. Ja, maar, er is wel iets, man. Hey, wacht. Hey, wacht. Sta even normaal. Dat is onze guy. Oké, hey, sta even normaal. Ja, hier. Hij is in de nek, broer. Ik zweer, hij is in de nek. Okay, is nep. Is in de nep. Is steltang. Het is geen steltang. Jawel. Hey jongens, zagzoen met een steltang. Oké. Hij voelt het. Hey, besef gewoon, dit is E. Hey. Maar wacht even, van wie is die zagzoen gewoon? Ik weet het niet. Dat is een hele goede vraag. Waar komt dit? Zijn een koppel? Nee, nog niet. Nee. Nog niet. Nog niet? Nee, geintje. Oh shit man. Wat is jullie beste dance move? Dans even, laat even zien aan de kijkers. Nee, wat is dit? Hij zou nog. Wij hebben dus een nieuwe dance move. Maar, dat is moe. Nee, kijk, luister, we hebben dus een dansmoe ontdekt. Als je pijn aan je buik hebt van alle vlugel, dan doe je dus zeg maar zo. Dan doe je zo. En dan is het teken dat je geen shotjes meer wil. Dan wil je geen shotjes meer, als je zo doet. Doe je zo. Ja, zo dat doen. Dit hebben we dan nog een uitzicht gezien. Hé, maar jullie gaan ze live, man, ik zeg. Wat is je beste dansmoe? Klubbenhof. Huh? Klubbenhof. Nee, jouw beste dansmoe. No, but I don't understand in a dance, bro. What is your best dansmoe? Ja, je moet dat. Like. Daroba. Like a belly dance. Belly dance. So like. So like. Daroba. Ja, toch, ik sta hier met. Juju. Waar zijn we, man? Laat ze even weten, waar zijn we, bro? Hoe heet deze plek ook weer, man, bro? Are you fucking dumb? Broer, hoe heet deze plek? Hoe vaak heb je seks gehad deze vakantie, bro? Deze vakantie? Ja, gewoon eerlijk. Twee. Eindelijk iemand die eerlijk is. Bro, deze vakantie, bro. Hele dag mensen liegen. Ik zweer, geen grap. Je bent echt de eerste die echt eerlijk is. Maar we liegen toch niet? En hoe lang blijven we nog? Tot woensdag. Hoeveel denk je nog, zeg maar, nog erbij te mappen, zeg maar? Dat is al twee dagen, dus twee moet nog wel kunnen. Twee. Moet wel kunnen. Maji. Ja toch, Tams in the building, we zijn er. Ik ben hier met... Renjiro. En ik ben hier met... CSB. De vraag is, wat is het gekste wat jij hebt gedaan toen je dronken was? Zeg je eerlijk? Ik denk... ruzie gehad met mensen, maar gewoon iemand hebben geslagen en zo. Maar waarom? Nee, bro. Leg die man even goed uit, je hebt iemand geblaast. Geblaasd gewoon, snap je? Helemaal in elkaar geslagen en zo. No diddy shit, snap je? Ik ben iemand die ben gewoon rustig. Jij bent ook rustig, ja, toch? Ja. Ik hou van gezelligheid, maar we moeten weten waarom jij bent getriggerd. Snap je, als je aan gang zit, dan ja, dan kan je het krijgen, snap je? En dat is het gewoon. First of foremost, we don't support violence. Je weet toch? Helemaal niet, maar... Wat moet gebeuren, dus dat legt die man van mij uit, snap je? Ik hoor. Hij staat, snap je? Kijk, als je gepest wordt, moet je voor jezelf opkomen. Daar gaat het om. Tuurlijk. Bro, is het eerlijk? Je wilt niet handtastelijk worden, het moet niet fysiek worden, maar hij staat, ja, je weet toch? Dat moet. Ik hoor. En jij dan? Het gekste wat ik gedaan heb? Ja. Als ik dronken ben. Ik heb alles aan, bro, alles. Ik denk een celebrity gezoend, man. Maar... Neem even mijn Tori, man. What the fuck? Ja, het is misschien niet het gekste, maar het is wel het meest onverstandige wat ik gedaan heb. En weet je toch, er was veel, zeg maar, kans om geklemd te worden en viraal te gaan en al die dingen daar. Maar ja, als je dronken bent, doe je dingen waar je misschien later niet achter staat. Ik doe dit al een tijdje, buiten artiest zijn, weet je toch, drinken en zo. Wanneer je dronken bent, doe je wat je echt wilt. Wat jij wilt is misschien niet het verstandigste, snap je? Maar je wilt het wel. En dat doe je als je dronken bent, gewoon like that. Kijk, ik hoor hem, man. Ik heb dat ook wel gedaan. Ik zeg eerlijk, straight, fuck. Al die haters, we zijn er. Shout out deze man.
100%. Lachen. Zijn deze man. Hey, zeg eerlijk, jullie zijn soldaten, weet je waarom? Damsko, Ajax. Nog steeds. We zijn nog steeds. Laatst weer aan de kijkers, man. Sharana Tempest, Quattro, SB, Sharana DJ Renjiro. We zijn in Mallorca, shit is lit, always man, zomertour. 100, T, gewoon die shit. Orshi, shout-out naar Club NL, sowieso, dat ze ons hier hebben gebracht. En al die dingen, shout-out naar Tempus, Squadro Vision, DJ Renjiro, ICSB, we are here. Ik ben humble altijd, wie is er heel tot het eind? Saf komt en gaat en verdwijnt, veel groepjes staan in de rij. Kom van fietsen door de wijk, nu eigen talkshow erbij. Ik doe mijn dans, voel me vrij, maar ik blijf humble altijd.